happy meeting today. Ik kom net bij een etentje vandaan. Het was echt super gezellig. Ik heb me echt volgepropt met eten. En ik ben nu dus weer thuis. Je vraagt je vast af wat ik hier in mijn badkamer doe. Mijn mooie nieuwe badkamer wel te verstaan. Die helemaal prachtig mooi en af is. Ik wil naar bed. Het is alweer 11 uur 's avonds. En natuurlijk moet je altijd je make-up eraf halen. Doe dat gewoon altijd. Als je niet je make-up eraf haalt voordat je gaat slapen. Dat is natuurlijk gewoon funest voor je huid. Je wilt een mooie, gave huid. En natuurlijk af en toe een onzuiverheidje, een pukkel, een puist. Ik heb er zelf ook één op mijn wang zitten. Die horen er gewoon bij, helaas. Maar ja, wat boeit het, jongens? We zijn hier natuurlijk niet om perfect te zijn. Maar haal gewoon je make-up eraf, dat is gewoon beter. En ik heb van Nivea hele mooie, fijne, maar vooral hele handige producten gekregen. En ik heb ze stiekem al getest, maar ik ga ze nu aan jullie showen. Dat ga ik natuurlijk niet in mijn coltrui doen met mijn ketting en mijn lange jurk. Dus ik ga me eerst even omkleden. Zo, ik ben er klaar voor. Zo zie ik eruit als ik geslapen. Zo zie ik eruit als ik wakker word. Maar dan zonder make-up natuurlijk. Het gaat om 3 hele fijne reinigingsolieën. En er is echt voor ieder huidtype wat wils. Eigenlijk zoals je van Nivea gewend bent. We hebben namelijk een voedende reinigingsolie voor een droge huid. En daarin zit macadamiaolie. We hebben een verzachtende reinigingsolie voor een gevoelige huid met druivenpitolie. En we hebben een hydraterende reinigingsolie voor de normale huid met kokosolie. En die ga ik gebruiken. Alles met kokos vind ik lekker in mijn haar, op mijn huid. En ik moet zeggen, normaal ben ik niet zo'n fan van een olie. Ik vind altijd dat je huid nog heel erg vettig aanvoelt. En ja, daar hou ik niet van. Dan heb ik het gevoel alsof ik niet schoon ben. En vaak heb je dan de kans dat je dan nog super uitdrogende producten gaat gebruiken. Omdat je dan denkt, ja, ik moet die vetlaag van mijn huid af. Maar deze reinigingsolie ga je straks met water vermengen. En dan wordt het dus meer de structuur van een milk. Heel erg handig natuurlijk. En heel erg fijn voor je gezicht. Want je hebt straks niet meer een vettige laag op je huid. Zoals je ziet heb ik al een aantal keer mijn make-up ermee afgehaald. Ik ben fan. Stap 1. 1 of 2 pompjes is al genoeg. Belangrijk is, doe dit gewoon op je droge hand. En dan ga je het gewoon aanbrengen op je gezicht. Je ziet dat het echt een olie is. Maar kijk naar de transformatie. Natuurlijk ogen dicht, mascara moet eraf. Ik trek een leuk hoofd. Maar het blijkt dus dat als je je mond open doet, dat je ogen dan meer ontspannen. Het is net als als je mascara op doet en doet je mond zo open. Dit ziet er vast heel mooi uit. Ik zie er vast echt heel knap uit. Als je zo doet en je doet mascara open, kan je je ogen ook langer open houden. Dus dat is eigenlijk, ja, die spier staat in verbinding met je oog. Nou, je mengt het dus goed over je gezicht. Ja, dan komt mijn pukkel tevoorschijn. Top! Nou, je ziet al wat mascara restjes op mijn hand. Dan ga je dus het product vermengen met water. Zoals je ziet, verandert het in een milk. En je mascara gaat er dus ook heel makkelijk vanaf. Ik masseer je lekker goed in. En dan, stap 3. Je spoelt het gewoon af met water. Zo makkelijk is het. Dan is je hele huid schoon, gereinigd en voelt gewoon lekker zacht. En dat was het alweer. Het is super makkelijk in gebruik. En ja, mijn huid is helemaal niet olieachtig. Het voelt super zacht. Ik wou dat jullie het konden voelen. En ja, mijn mascara is er ook gewoon in één keer af. Want ik heb vaak, als ik met een badje moet doen, dat het nog overal zit. En dit is natuurlijk gewoon heel fijn met je handen werken. Alleen water. Dus ja, super makkelijk. Ik ben klaar om naar bed te gaan. Met mijn zachte huidje. Het voelt niet eens alsof ik nog crème op moet smeren of zo. Zo lekker zacht. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd welke jij
lekker zou vinden, weet je. Macadamiaolie, druivenpitolie of kokosolie, net zoals ik. Ik ben wel heel erg benieuwd, dus laat het eventjes weten in de comment. En ik hoop dat jij het een stuk handiger en fijner en makkelijker vindt om je make-up eraf te gaan halen voordat je gaat slapen. Want ja, op deze manier gaat het wel gewoon heel erg fijn en... Slaap gewoon niet met make-up op, jongens. Doe het niet. Als het zo makkelijk kan, doe het niet. Slaap lekker. 3 weeks later. And I'm back with an English video. I'm going to LA in a few days. And I really have to practice my American accent. Because I'm going to do something very, very exciting over there. And my accent has to be really amazing for that. So... That's very exciting. I'm going to get ready for an event. I'm going to because I'm not going with this hair. And I'm going to tell you what I did today. So today I went to my publishers and it was so cool to just exchange ideas. And we're really on the same level. I'm so excited about what's going to be in the book and for you guys to read it. But it will be in stores in like 2020. So... That's a few months away. Let me just fix this hair because I have to be quick. Dan heb ik denk ik een andere, hoop ik. Oh ja, jij hebt wat anders, kind. Wil jij mijn mosseltje eten? Kind, ik ben dol op mossels. Is dat helemaal niet. Dit is mijn chef, Wendy. Ja, die heb ik ontmoet. Die heb ik ontmoet. Hij is misschien wel dit jaar, hoop ik. De jongste sterrenchef van Nederland. En dan dus, hebben wij dat op film. Ik wil jullie meer dan bedanken vanavond. Dat jullie hier wilden zijn bij ons. Alles zeggen. Nou, wij willen jou bedanken voor het super lekkere eten. Ja, gewoon jij bedankt. So, I'm in LA. My flight was okay. I didn't film a lot of things because I was really sick. I'm on antibiotics. I had like a bunch of things and it made me feel really bad. So I didn't film as much as I'd like to. I may look horrible. I don't know what this is. And today is going to be a slow day. Timur is working out right now and I'm just sitting on the balcony and I'm watching Jane the Virgin because they have more episodes here. On Netflix than in the Netherlands. This guy. Vagina massage free trial. Don't do it. Bye.
biertje. Yum. Had the meeting today, the exciting meeting I was talking to you guys about. It went really well, and the woman that I was meeting was so nice. Also, at first she was a little bit scary. She like kept firing questions at me. It was really good, and she is going to help me out. And should I reveal who I was meeting? Well, maybe a little bit. I was meeting the manager of someone who plays in the TV series New Girl. And I love New Girl. And I love all the actors in it. I love the humor of New Girl. And this woman represents a lot of amazing actors in LA. And she is helping me out. So how great is that? I still have to work on my accent more, because she said she could still hear that I'm from the Netherlands, but I feel like when I'm here for a longer period of time, my accent improves. But when I get nervous, and of course you will get nervous with auditions and castings, my accent, you can hear that I'm more Dutch, and I need to work on that. But she gave me some amazing tips, recommendations, and she was really nice, and I think we kind of bonded. So I hope that a lot of more good will come from this, and I can pursue my career as an actor here. And the reason I wanna act in LA is because, you know, I just wanna act, and in the Netherlands they don't give you a chance easily, because they always cast the same actors for every movie. They're awesome, they're really good actors, but I just wish they gave new talent a chance. So I got two amazing auditions in the Netherlands, and that's it. And I think in LA there are way more opportunities, and this was my dream when I was like 16, to go to LA and to be famous. And now I don't want to be famous, I just want to do what I love. And I hope I get to do that here. And I think that's going to be hard, but I'm gonna try. And yeah, this meeting was great. Two, and yeah. Three, and four. So what I do is this, and three, and four, and then fat goes tick, 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 tick. Oh, okay. So it goes over, cross, switch, stay, stay, seven, eight. And I'm just trying to try angles. Gaat hij ineens in mijn lane rijden? Idiot.